Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag zien we dat een groot deel van het land inmiddels met wolkenvelden te maken heeft. Tussendoor schijnt ook wel af en toe de zon. In het zuiden is het nog een stuk zonniger en dat geldt ook voor langs de westkust. Op de meeste plaatsen is het ondanks de bewolking wel droog. We zien nog meer bewolking boven de Noordzee liggen. Dat is bewolking die in de loop van de avond en nacht zich met name over de noordelijke helft van het land gaat uitspreiden. Als we naar de computerberekeningen gaan kijken, dan zien we die bewolking ook vanaf de Noordzee over het land schuiven. In de loop van morgen, middag en avond wordt het dan tijdelijk aan weer droger. Maar dan zien we op donderdag, in de nacht na donderdag, een lage drukgebied ten westen van Frankrijk. En de bijhorende neerslag bij een storing boven Noord-Frankrijk liggen. Die neerslag, daar krijgen we donderdag overdag mee te maken. Vanavond hebben we vooral in het noorden dus veel bewolking, in het zuiden de meeste opklaringen. Halverwege de avond is het een graad of 11. En dan komende nacht uiteindelijk daalt de temperatuur naar zo'n 4 graden in het noorden tot 1 graad boven 0 in het zuiden. Dat is een prikwaarde. Op een enkele plaats kan het opnieuw gaan vriezen. Uit het dichte wolkendek in het noorden zou lokaal een spatje regen kunnen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En bovendien staat er weinig wind. Morgen overdag ook weinig wind, een hooguit zwakke wind uit noordelijke richtingen. Daarbij wordt het wat warmer dan vandaag. Zo'n 13 graden in het noorden tot plaatselijk 17 graden in Limburg met zonnige perioden, zeker in de middag. Dan dragen daarna dan gaat het een en ander veranderen. Op donderdag, vrijdag en zaterdag maakt de temperatuur een flinke stap omhoog. Die komt gemiddeld zo rond een graad of 19 uit. Op donderdag begint de dag overal droog met zonnige perioden. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het zuiden steeds meer toe en dan trekken er ook enkele buien het land in. Ze maken niet echt haast om naar het noorden te trekken. Waarschijnlijk komen de buien in Groningen en Friesland pas later op de avond. Verder waait er een matige oostelijke wind. Op vrijdag en zaterdag zijn het aantal buien een stuk groter. Vooral vrijdag trekt er een actieve storing over het land met flinke buien, misschien zelfs met een klap onweer. Er waait een matige zuidoostenwind. Op zaterdag is de, de wind gedraaid naar het zuidwesten, maar de temperatuur blijft op peil. En verspreid in het land komen een paar buien voor, maar tussendoor is ook ruimte voor zon. Kijken we dan nog eventjes naar de lange termijn verwachting. Dan zien we heel duidelijk die stap omhoog in de temperatuur. Middagtemperatuur rond graad of 20, in de loop van volgende week misschien zelfs nog wel wat hoger. Daarna misschien weer wat lager, maar de onzekerheid neemt dan natuurlijk ook wel toe op de lange termijn. En dan tot slot de neerslagverwachting. We zien duidelijk de vrijdag en zaterdag er uitspringen met flinke neerslaghoeveelheden, misschien wel 10 mm op sommige plaatsen op beide dagen. Daarna duidelijk weer een afnemende neerslagkans, maar helemaal droog wordt het niet. Dus met al met al is het voorlopig groeizaam lenteweer. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.